Dit jaar hebben weer 175 leerlingen deelgenomen aan een uitwisseling in het kader van wereldburgerschap. En vandaag spreken we er een paar over hoe het is geweest. Vertel, waar zijn jullie naartoe geweest? We zijn naar Peru geweest. In de eerste week waren we in Lima en de tweede week zijn we naar Cusco geweest. En Sophie, wat heb je daar allemaal gedaan? In de eerste week hebben we een huis gebouwd voor mensen in Pamplona, dat is een sloppenwijk. En in de tweede week zijn we onder andere naar Machu Picchu geweest en ook naar een zoutmijn. Je had het net over een huis bouwen in de sloppenwijken. Hoe was dat? Ja, het was heel indrukwekkend. Je komt er eigenlijk aan en meteen wordt de weg super slecht. Dus dat is natuurlijk ook al een hele grote verandering. En dan zie je overal eigenlijk vuilnis liggen, halfgebouwde huizen, ja, gewoon hele oude huizen eigenlijk. En op een gegeven moment gingen we dan een soort van poort in die open werd gemaakt. En daar kwamen wij op de plek waar wij het huis zouden bouwen. Gelukkig was dat langs de weg, dus wij hoefden niks naar boven te sjouwen of zo. En toen hebben we eigenlijk gewoon meteen de eerste dag de vloer gelegd. Dus hebben we cement gemaakt. We hebben natuurlijk geen machines, dus toen mochten we allemaal zelf gaan doen met scheppen en zo. En er zijn er iets van 5 Peruaanse mannen en die helpen je daar precies en die zeggen wat je moet doen. De tweede dag hebben we de muren in elkaar gezet. En vanaf de derde dag hebben we eigenlijk de puntjes op de i kunnen zetten. En hoe was het om zo'n huis te kunnen bouwen voor een familie? Ja, heel indrukwekkend. De kindjes kwamen eigenlijk ook meteen naar ons toe. En die mevrouw ook. En ja, die begonnen gewoon, ja, wouden natuurlijk wel met ons praten. Maar we waren niet zo goed in Spaans. Dus dat was gewoon meer een heel basic gesprekje eigenlijk. Nou, ook wat Loes al zei. Die kindjes die kwamen ook meteen naar ons toe. En die echt omhelsten ons ook echt van dankjewel dat jullie dit voor ons doen. Wat is hetgene wat je nooit zal vergeten aan deze reis? Ik denk gewoon hoe de Peruanen daar leven. Hun levensstijl is heel anders dan hier. Hun hebben echt scheid aan alles en doen wat ze willen, zeg maar. En hier zouden mensen dat nooit echt doen. En waarom denk je dat dat zo is? Ik denk gewoon heel de cultuur hier is gewoon heel anders. Daar hebben ze veel meer feestjes en zijn eigenlijk iedereen is veel losser en veel meer vrije tijd. En hier is iedereen wat meer gefocust op hun toekomst, denk ik. Ben jij ook wat losser geworden dankzij deze reis? Ja, een beetje wel, ja. Nou, Tobias, jij bent naar China geweest. Wat heb je daar eigenlijk allemaal gedaan? Toen we aankwamen, zijn we de eerste dag rondgelopen in Shanghai. En daarna gingen we eigenlijk gelijk al naar Nanjing, waar wij de hostfamilies hebben ontmoet. Met onze Chinezen en daar zijn we op school bezig geweest. En de laatste week gingen we nog rondkijken in Beijing. We zijn ook heel veel in aanraking gekomen met de cultuur zelf. Is die cultuur daar echt heel anders dan hier? Ja, heel anders. Dus ik zou het bijna niet eens kunnen vergelijken. Om te beginnen, ze wonen allemaal in flatten. Er zijn geen normale huizen te vinden. Gedragen de mensen zich ook heel anders dan de Nederlanders? Ja, hun dagelijks leven ziet er heel anders uit, dat is zeker. Ze slapen bijvoorbeeld op een plank in plaats van in een bed. De economie is daar ook heel verschillend. Je betaalt met je telefoon. Ze doen daar niet aan briefgeld of aan pinpassen of zo. En het is ook, al het shoppen wordt gebeurd in van die grote gebouwen waar alle winkels dan ineens zitten gepropt. En heb je nog een beetje gefeest met de Chinezen? Ja, zeker. We hebben ontzettend veel gedaan met die Chinezen. We hebben bijvoorbeeld karaoke gezongen. Maar wat ook heel interessant was, we zijn naar een arcade geweest in China. Nou, arcades hebben wij bijna niet in Nederland. Maar in China zijn die ook heel anders. Je zag daar mensen die hun hele leven eigenlijk verpesten op zo'n apparaat dan. En die zijn dan ook super snel. Die kunnen al die knopjes echt in milliseconden aantikken. En je hebt mensen die rondlopen met 80 knuffels op hun rug. En wat van die reis zou je nou zeggen dat je echt nooit gaat vergeten? Nou, er is niet echt iets wat ik nooit zou vergeten, maar wel een iemand. In China op de school heb ik iemand ontmoet genaamd de Wu. En nou, Wu ga ik nooit vergeten. Hij kwam eigenlijk gelijk heel openhartig naar mij toe en vroeg mijn naam. We hebben nummers uitgewisseld. Het opvallende wat hij zei is dat ik de eerste westerling was die hij ooit had gezien. En nou, dat was echt apart. Eerder vandaag sprak ik meneer Dame over waarom de uitwisselingen zo belangrijk zijn op onze school. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen straks andere culturen kennen, goed ermee kunnen omgaan en respect hebben voor andere culturen. En kan iedereen mee op zo'n uitwisseling? In principe kan iedereen mee op uitwisseling. Het is namelijk de bedoeling dat alle leerlingen van het TTO op uitwisseling gaan. Het is een onderdeel van het tweetalig, anders krijgen ze ook geen senior certificaat. De leerlingen van het Nederlandstalig die mogen mee op reis, daar is een optie voor. En welke bestemmingen zijn er eigenlijk? Nou, voor de 175 leerlingen die op uitwisseling gaan, hebben we 10 verschillende bestemmingen. We hebben er 6 in Europa en 4 buiten Europa. Binnen Europa zijn Valencia en Madrid in Spanje. We hebben San Sepolcro, Montefiascone, Licata en La Terza in Italië. En de buiten-Europese reizen zijn China, Peru, Zuid-Afrika en Indonesië. En welke van deze reizen zijn over het algemeen het meest populair? Nou, we zien in ieder geval dat de reizen buiten Europa altijd overtekend zijn. Dus dat betekent dat er meer leerlingen zich voor aanmelden dan dat er plaats is. Dus die reizen zijn eigenlijk het meest populair. Wat moet je nou eigenlijk doen om mee te kunnen op zo'n uitwisseling? Nou, we hebben heel veel soorten uitwisselingen. We hebben uitwisselingen in Europa en buiten Europa. Voor de uitwisselingen buiten Europa moeten de leerlingen een motivatiebrief schrijven. En die motivatiebrief die kan bestaan uit een gewone, simpele brief. Hè, waarbij de leerlingen wel goed aangeven van waarom ze mee willen. Maar sommige leerlingen die maken bijvoorbeeld ook een motivatiefilmpje. En daar wil ik je graag een voorbeeldje van laten zien. Oké. En dit is een filmpje wat die 2 leerlingen hebben gemaakt die meegaan naar Indonesië. Vanaf dag 1 wist ik meteen, dit is een droom en hier wil ik heen. Ik doe dit op, want ik wil gaan naar een land hier ver vandaan. 10 jaren later denken we samen, terug aan een reis met meneer Dame. Ja, je ziet dus heel goed dat leerlingen zeer gemotiveerd zijn om mee te gaan. Ook heel creatief zijn. Wauw! Dit is echt creatief. Ja, gewoon een kort filmpje. En waarbij ze aangeven waarom ze mee willen. Alleen de verpakking is anders. Ten slotte nog ander belangrijk nieuws. 2 leerlingen van onze school hebben een beurs gekregen voor een summercamp in China. Soumya en Dagmar. Nou, allereerst van harte gefeliciteerd. Wat gaan jullie eigenlijk doen, Soumya? We gaan Chinees leren, onder andere. En we gaan op een paar excursies. Ja, en hoe is het nou gekomen dat jullie zijn uitgekozen voor die beurs? Nou, we moesten sowieso Chinees al doen op school en we hebben 2 internationale Chinees-examens gemaakt. Het maakte niet uit welk niveau je hebt gemaakt, maar ja, dat moest je hebben gedaan. Plus je moest een motivatiebrief schrijven. En er zijn 13 mensen uit Nederland gekozen. Waar verheug je eigenlijk het meest op? Nou, dit is de eerste keer dat ik alleen ga reizen, dus sowieso gewoon zelf alles een beetje ontdekken. Mensen leren kennen en vooral veel lol hebben, denk ik. En jij, Dagmar? Ja, een beetje hetzelfde. En ja, dit is voor ons allebei de eerste keer dat we een maand alleen weggaan. En ja, gewoon ja, lessen volgen daar in Chinees en gewoon kijken hoe we onszelf redden ook. Ja. Nou, heel veel plezier daar in China. En we spreken jullie na de zomervakantie weer. En dan zullen we kijken hoe jullie het hebben gehad. Dankjewel.